video en vandaag gaan we een kijkje nemen naar de Resident Evil 2 demo. En dit is iets waar ik echt extreem naar uit heb gekeken. De volledige game komt eind deze maand uit. Volgens mij de 25e. En ik ga die sowieso ook let's playen. Ik weet nog niet precies of ik het ga let's playen op dit kanaal of op Menace. Daar ben ik nog een beetje aan het twijfelen. Want dit is een horror game, zoals je misschien wel weet. En het is dan ook een let's play. En er zijn eigenlijk twee dingen die het over het algemeen heel erg slecht doen op dit kanaal. Dus ik denk dat ik het gewoon op Menace ga uploaden. Gewoon een leuk side project. Maar we zullen zien hoe dit ontvangen wordt. Maar ik ben super hyped. Ik ga gelijk van start. Let's go. Resident Evil 2. Je hebt 30 minuten de tijd. Ik heb geen idee hoe dat precies zit. It was supposed to be a short break for Leon S. Kennedy. Just one last pit stop at a gas station on the outskirts of town. When a rookie cop found himself surrounded in a sea of zombies. Along with a newfound friend, Claire Redfield, Leon managed to escape to Raccoon City, only for an accident to split them apart. Deftly navigating through the perilous streets, Leon has made his way to the city's police station, but has he really made it to safety? We zullen dat zo meteen ondervinden. Dus van wat ik had begrepen is dit letterlijk een 1-op-1 kopie van Resident Evil 2. Maar ik heb die dus nooit gespeeld, dus in die zin is het voor mij gewoon een compleet nieuwe game. Keep out. Wat is dit? Oh, we kunnen nou openen. Keep out. Oh, dat is... misschien geen goed... Oké, great. Oh my god. Grote letters, keep out. Oh, laat ik dat eens even openen. Goed idee. Ik weet ook helemaal niet of ik hierheen moet trouwens. Oké. Ik neem aan van wel. Alright. Missing persons information. Right. Nou, ze zijn allemaal dood waarschijnlijk. Allemaal zombies. Ik moet zeggen, ik vond Resident Evil 7 wel echt een fantastische game. Oeh, die geluiden. Ik weet niet, first person, dat was gewoon echt een heel toffe ervaring. Persoonlijk vind ik dat ook altijd wel wat meer immersive dan third person. Maar we zullen zien wat deze game te brengen heeft. Ik weet eigenlijk niet hoe ik moet schieten. Oh, oké. Echt twee. Ik moet oppassen met mijn ammo. Zo heel veel kogels heb ik niet. Oh god. Blood. A lot of blood. Is dit een politiebureau trouwens? Dit ziet er niet uit als een politiebureau. Dit lijkt lijkt meer op een herenhuis. Hey, verlichting. Oh, Jesus, waar komt hij vandaan? Die zag ik niet. Wat? Wacht. Waarom zou ik het combine? Ik wil het meenemen. Oh, dit is mijn inventory. Laat maar. Ik dacht even dat ik zijn... Laat maar. Ik dacht dat ik in zijn inventory zat. Fotocamera. Moet hij nou weer terug? Want hier kunnen wij niet door, neem ik aan. Oké, dan gaan we weer terug. Sure. Het is wel echt een creepy vibe. Geluiden zijn zo belangrijk in games als dit. Oh, ik moet hier waarschijnlijk langs. Yup. Die geluid is allemaal zo luid. Oh god, nog meer bloed. Leven jullie nog? Ik denk het niet. Ik ga wel eerst even deze kant op. Geen probleem. Oh, dit is een dead end. Misschien kan dit open. Dit vind ik niet kunnen. Waar zijn de alternatieve genders? Man's toilet and the woman's. Come on. Er komt sowieso een jumpscare. Come on. Oh god. Oh, niks. Huh. Was eigenlijk ook wel te voorspelbaar. Heb ik geen items of zo? Oh, we hebben hier iets. Wat is dat? Oh, dat is healing. Die herken ik nog van. Van 5. Ik zit nou ook te denken, hoeveel horror games zijn er de afgelopen jaren uitgekomen? Of in ieder geval echt triple E horror games? Vraag wel geen.
We hebben Outlast gehad, die eigenlijk best wel geflopt was. Outlast 1 was geweldig en Outlast 2 was daarentegen niet zo geweldig. En Resident Evil 7, that's it. Nee. Kan ik dat niet kapot schieten? Nee, dat werkt niet. We moeten een andere manier vinden om het te openen. Open, oh my fucking god. Waar zit jij? Open this goddamn door. Sure. I'll get you out. Oké. Quickly. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. He's gonna die. He is gonna die. Nope. Nope. It's done. God damn it. Oeh, doe die deur dicht. Doe die deur dicht. Nee, sorry, doe die deur dicht. God damn. Family friendly. Doe die deur dicht. Come on. Oh, disgusting. Officer's notebook. Way out. We moeten dus naar de parkeerplaats. Of wat? Got a statue. Waar is die? Dan ga je naar beneden. Met de elevator verder naar beneden. En dan de parking garage. En dan kun je de way out. Oké. And that's it. Alrighty. Ik wil de ding... Oh, de ding is al dicht. Oh, er is niks aan de hand. Return to the main hall. Oh, ah, hij is binnen! Stop het! Op je muil, gauw! Hij leeft nog? Are you kidding me? Hoeveel schoten heb jij nodig? Oh, dat is... Is dat genoeg? Hm, ik zou zeggen één kogel in zijn kop. Dat moet wel werken, maar nope. Oh, Jesus. I gotta go! Ik kan wel schieten, maar ik heb niet heel veel ammo. Ik moet die ammo waarschijnlijk besparen. They're everywhere. They're everywhere. Dat scheelt weinig. What the hell? Waar? Oh, weg hier. Waar Resident Evil onbekend stond, was dat de movement of de controls altijd best wel clunky waren. Waar weer? Maar oh, we konden dit gewoon aan. Oh god. Oh nee, ik heb geen fuse. Shit. Wat ik dus zei is, de controls waren al best wel clunky, dus de movement was nooit zo heerlijk fijn. In deze game is het al een stuk beter, maar je merkt nog steeds wel die welbekende Resident Evil controls. Watch out. I love it. I love it. Wie ben jij? You're safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Whew. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. Ben jij gebeten? Want in elk geval mag ik jou niet vertrouwen. I'm sure you did what you could, Leon. Okay. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. What's on the kijk? Is on the telephone? Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. Oh, that's his boekje. Passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Kunnen we hem niet fixen? Now, eerst verbandrommel zoeken of zo? I can't take him. Stop. Is dat een knife? And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Do not hesitate.
run. Okay. Got it? Yes, sir. Samen staan we sterker. We kunnen sowieso een verbandtrommel vinden. Nou. Blijkbaar niet. Begint al goed. Combat knife. Hell yeah. Cool. Dus we hebben een kleine inventory. En je kan dus... knijven. Oké. Wat hebben we hier? Oké, waarschijnlijk moeten we op zoek naar medaillons. Oké. 3 stuks. Ik weet niet wat dat vervolgens doet, maar een kleine puzzel. I like it. Kunnen we hier nog iets vinden? Ik heb hier helemaal niet rondgekeken. Ik was gelijk die kant op gegaan. Was helemaal niet de bedoeling, maar... Het gebeurde nou eenmaal. I'm sorry. Er zit niks in. Waarom is dit afgetaped? Oh. Oh, die geluiden zijn zo hard. This is not how I imagined my first day. Ik wil niet lullig doen, maar daarom was het dus afgetaped. Dit moesten wij niet openmaken. Do not open. Knock knock. Wat hebben we hier? Cleaning in progress, ja. Kan ik zien. Ja, die hebben nog wel even te gaan. Dat is zo... Die gaat mij sowieso aanvallen. Gegarandeerd. Wat een jumpscare. Kan ik dit gebruiken? De hydrant? Nee. Ik laat het gebeuren. Ik schiet nog niet. Gewoon het interesse. Nieuwsgierigheid. You're dead? Are you dead? Oh, hij leeft nog. Of hij leeft niet meer, hij is dood. Bedoel ik. Oh my god, disgusting. Oh, daar hangt er een. Whoops. En de rest alles goed, jongen? Kunnen we die openmaken met een knife? No. Hebben we weer een specifieke sleutel voor nodig. Wat ik tot nu toe al gemerkt heb, is dat er best wel veel puzzels in zitten. En dat is gunstig. Ik hou van puzzels. Lijkt erop dat we zo meteen naar buiten moeten. We moeten sowieso een beetje rond gaan zoeken. Oh my fuck! Go away! Leave me alone! Jij komt er zo niet in. Hoop ik. I don't know. We moeten sowieso... Oké, never mind. And stay down. Beggen. Oh shit! Blijf er liggen. Kan ik trappen? Wat? Are you kidding me? Ga weg! 3 kogels! Oh my god. Is dat mijn mes? Zit mijn mes nog in de nek? Die wil ik terug. Ik wil mijn mes terug. Dank je. En blijven liggen. Godsamme. Nou meen je niet. What the? Oh my god. Dat was een taaie. Wat ik wilde zeggen is, we moeten sowieso eerst op zoek gaan naar items. Weapons locker keycard. Kijk, dat klinkt altijd al interessant. Maar we moeten dus op zoek gaan naar items. Die wij vervolgens weer nodig hebben om verschillende deuren te openen en zo. Record of events. September 25th. We're turning the station into a temporary shelter due to the massive sudden outbreak. All police personnel have been instructed to make the safety... of the citizens the top priority as we try to accommodate as many of them as possible. Bla 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 bla. Met andere woorden, er zijn hier dus veel mensen. Of beter gezegd zombies. Hey, we hebben een map. Dat is altijd handig.
making use of the map. The map screen is useful for more than just your current location and surroundings. It can also show you any points of interest and items you have found but haven't picked up. Oh, dat is wel nice. Dus als ik iets over het hoofd zie, dan geeft hij dat alsnog aan. Nice. Dus nou zijn we daar. Daar kunnen wij momenteel niet doorheen. We konden wel door dat raam heen. Dus ik denk dat dat de bedoeling is. Straks. Wat is dat geluid? Is dat die ventilator daarboven? I guess. Oh, we kunnen hier... Oh. Oké, voordat we daarheen gaan, wil ik even kijken wat er achter deze deur zit. Oh, die kunnen we niet openen. Oké, dat is mooi. Dan moeten we hierheen, denk ik. Jumpscare! Hi. Oh, dat is een fat ass. Ga deze kant op. La 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 la. Heb jij iets voor mij in de aanbieding? Of de ammo? Oké, die zal ik wel nodig hebben. Ik denk dat ik flink wat kogels nodig heb voor die fat ass. Zal ik daar voorbij kunnen sneaken, denk je? Kan ik die lamp ook uitdoen of niet? No. Je bent mooi bezig. Oké, I'm fucked. Val me niet aan. Hij valt me sowieso aan. Sowieso. Oké, sit down! Oh my... Oké, hij blijft liggen. Goed zo. Kan ik hier dan? Oh, is dit die... Oh, is iets anders. Laat maar. Dit is een groot politiestation. We kunnen zoveel kanten op. Ik weet niet waar we het eerst heen gaan. Kan ik die openen? Come on, dat moet wel lukken. Waarom kan ik die niet openen? Oké, dan gaan we eerst wel even hier checken. Wat hebben we hier? Storage locker terminal memo. It appears that the keypad to the locker's terminal is missing a few keys. Aha. We hadden net eentje gevonden. Toch? Ik had iets gevonden. Oh zo, a few keys. Oh. Oké, dat is best wel lastig. Werken ze dan niet of zo? Oh, dan werken ze niet. Wat is dat voor onzin? Come on. Flauwekul. Oh! Er liggen allemaal items in dan. Nice. Ik had een keycard gevonden. Hoe ga ik naar mijn inventory? Health and recovery items. Bla, 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 bla. Wat is dit dan? Examine. Kan ik zien van welke dit is? The weapon locker keycard is written on it. Ja, dat zie ik. Use. Hey, Vernaas. Oh, ho, ho. Milekki. Kijk, dat zie je maar graag. Big boy stuff. En ammo. Shotgun shells. Ik heb allemaal 4 kogels. Oh. Uh-oh. Hi. Goddammit, weet je wat? Ik kan ook gewoon... Kom hier. Dan ga ik aan de andere kant langs. Prima. Geen probleem. La la la. La 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 la. Ik weet niet of ik die keycard nog steeds heb. Denk het niet. Zal ik een shotgun gewoon proberen? Het was te uitnodigend. Hi. Daar kan hij sowieso niet door. Daar zitten tralies voor, dus we're safe. Wat is dit? Wooden boards. Oké. Kan je dan ramen dichtmaken en zo? Meer herbs. We hebben bijna geen plek meer voor items. Wat hebben we hier? Ammo. Sure. Ik denk dat we beter ook even terug kunnen gaan. Gunpowder. Ik heb er geen plek voor. Ik wil die herbs wel wegflikkeren. Fuck it. We moeten eigenlijk ook even terug gaan. Zodat we wat items in die kist kunnen stoppen. Die wij dus in die hal hebben. Maar ja. Even kijken. Hoe drop ik items? Discard. Yup.
op zo de mieteren. Heb ik niet nodig. Denk ik. I don't know. Waar kan ik eigenlijk mijn health zien? Ja, daar zijn al die herbs en shit. Ik wil nou niet alles gaan lezen, omdat ik maar 30 minuten heb voor de hele let's play. En daarna dan zit het erop. Dus ik moet in principe wel redelijk snel zijn. Oh, dit is een kist. Oh, godsamme! Zij dan eerder, dan had ik die items hierin geflikkerd. Oké. Store. Ik heb geen idee wat ik er nou mee moet doen, dus ik kan het beter allemaal even storen. Volgens mij zijn ze allemaal verbonden. Dus die andere locker in die main hall is verbonden met deze. Dus wat ik hier instop, kan ik er daaruit halen, denk ik. Ben je niet zeker? Film contains evidence. Do not leave out. We gaan weer verder. Let's go. Oh, jij kan... God, jij kan niet naar binnen. Ga weg. En ik wil eigenlijk ook niet naar boven. Ik wil naar buiten gaan. Hi. Ja, wat wil ik hier doen? Hoe kom jij naar binnen? Dat kan helemaal niet. Blijf liggen. Je blijft niet liggen. Blijven liggen, zeg ik. Hoe kan hij naar binnen? Daar staat een tralies voor. En blijven liggen. Dit is echt een groot gebouw. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Oh, we hebben nog een agent. Dank je, collega. Het gaat alleen maar verder omhoog hier. Ik heb hier 30 minuten de tijd voor. Wat? Ik heb hier minstens 3 uur de tijd voor nodig. En dat kan ik ook niet gebruiken. Oeh, shotgun shells. Die kunnen we wel goed gebruiken, want ik heb sowieso heel weinig shotgun ammo. Dat werkt niet. Oh, dat is een code ding. Ik denk dat we Jim moeten hebben. Naam. Dat kan niet eens. Er zit geen J in. Oké, I don't know. Oh my god. Ik had niet in de gaten wat er gebeurde. What the fuck? Goed even voor de zekerheid. Hij zat in een locker verstopt. Oké. Ik schrok niet gelijk omdat ik niet in de gaten had wat er gebeurde. En dit is een dead end. Alright. Nou, hier kunnen we niet veel. Hey, mijn shotgun ammo. Waar is dat geluid? Is dat boven mij? Oh, ik krijg een kippenvel van. Wat hebben we hier? Hey, we hebben een sleutel. Een blauwe sleutel. Een blauwe ace. Oké. Het houdt niet op. Niet vanzelf. We moeten nog op... Oh, god. What in the... Nope, ik pak een shotgun. We willen trouwens nog een bloemetje. Daar hebben we een mooi bloemetje voor iemand. Hallo? Hallo? Where are you? Ik heb geen idee wat daar voorbij rende, maar het was verschrikkelijk snel. Wat is dit voor plek? Is dit mest? Hey, we hebben hout. Geen idee wat ik ermee moet doen. Ik heb het eerder ook gevonden. Inventory is full. I know. En dat is een creepy clown. Damn. Wat heb je? Gunpowder. Ik vind allemaal items en ik weet niet wat ik ermee moet. Had ik niet moeten doen. Ik heb mijn ammo verpest. I know. Laat mij. Kan dit open? Oh, dit kan open. Oh! Oh nee, dit is niet de main hall. Dit is... Wat is dit nou even plek? Is het... Bibliotheek. Dit gebouw is echt huge. Echt een doolhof. C4. Ik vind continu meer en meer items. Wat allemaal wel leuk is. Maar ik heb er geen plek voor. Pouch. Oh, dat heb je... Oh, dat is nice.
Dat is nice. Ik neem volgens mij echt veel te veel tijd. Voor alles. Hallo! Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Kom eraan. Rasta. I've got something to show you. It's important. Copy that. Oh shit! Ik wil eigenlijk die pistool. Nee, weet je wat? Ik wil een pistool. Ik wil mijn shotgun niet verpesten voor dit soort shit. Blijven liggen. Hier, die is rustig. Niks meer. Hier heb ik helemaal geen probleem mee. Minding your own business. Of misschien niet. Ah! Sit down! Dat is niet zo mooi. Reloading! Je moet ze echt veel raken. Dat is echt insane. Oh, wat heb je hier? Kan ik hem meenemen? Nee, oh, dan moet ik er stok in stoppen. Oké. Ik moet even healen. Ik heb volgens mij niet veel tijd meer. Healing. Use. Wat een... 30 minuten de tijd voor dit. De grap is... ik loop volgens mij echt veel te veel te verkennen. En veel te weinig... daadwerkelijk te doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Continu als ik een kant oploop, kan ik verder. Het houdt niet op. Exit. Kijk, daar zien we graag. Oh, dat is de blue key. Yes! Zeg dat het die main hall is, please. Yup, daar is de main hall. We hebben een rondje gelopen. Dat is perfect. My man. What's up? What's up? Wacht, camera's. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. Ah, it's my collega. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Ik heb nou maar één kleine kant gehad van de map. Dat was het! Nee! Thank you for playing. Completion time, 25 minutes. Ah. Volgens mij had ik nog wel verder kunnen verkennen, maar dit was gewoon een trigger. Als ik hier naartoe ging, dan eindigde de demo. Dat vind ik wel jammer. Retries. Maar je kan toch maar één keer spelen? Van wat ik had begrepen, had je maar één poging. Vandaar ook de naam One Shot Demo. Je hebt maar één kans en daarna is het done. Find out more. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella, responsible for... Oh, Umbrella. Yeah, that was natuurlijk your the corporation. Faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Yeah. Sherry, I'm coming. I'm not handing over anything. Days the game went awesome. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Ik heb er heel veel zin in. Resident Evil 2. Plus? Is er meer? This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. What? What? Was dat een bug? Oké, okay, I don't know. Niettemin, ik ben echt super hyped voor deze game. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Als je het leuk vond, laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.